Marissa Figuier en Rimby, een poedel. Marissa Figuier is even straks nog terug met de andere poedel in de small combinaties, maar dit is haar medium hond in de derde raad, dus zeg maar de eredivisie van agility. Marissa heeft de sporen ruimschoots verdiend in agilityland, verschillende malen deelnemen op verschillende internationale toernooien en wereldkampioenschappen op haar jonge leeftijd, een zeer ervaren handler. Heel serieus met sport bezig. En de finish. Ja, mooi. En het parcours is vrijgegeven voor de laatste combinatie in de small klasse. Marissa Figuier en Zenzi. Ook Zenzi is een dwergpoedel. En de schofthoogte van de hond is, zoals u weet, inmiddels bepalend voor het lopen van het parcours, hoogte van de sprongen enzovoort. Mooi weggestuurd. Zeer stabiele combinatie deze twee. Zoals u ziet. En de finishlijn. En een prachtig rondje. Ja, applaus. We starten met de derde graad. Combinaties. Tom op de wil. Marissa Figuier bij de spits af. Met Rimby. De combinatie Marissa is van start. U ziet een hele mooie combinatie voor u. Heel veel routine, heel veel ervaring. Het lijkt allemaal heel makkelijk. Dat is het zeker niet. Hoe makkelijker iets lijkt vaak, hoe meer trainingsarbeid eraan vooraf gaat. En dat zie je er duidelijk aan af. En de finishlijn, mooi strak gelopen. Geef een groot applaus, Marissa. We gaan naar de volgende starter, Marissa Figuier en Zenzi. Zeer ervaren combinatie. Ja. Time to beat 34-14. De laatste handler in de small combinaties, Marissa Figuier, verschillende malen op internationale podia gestaan en internationale wedstrijden meegedaan. Zeer geroutineerde combinatie zoals u ziet. Heel mooi en een tijd van 7:31:28. 41:27 was de tijd. We gaan naar de laatste start aan Marissa Figuier en Rimby. Marissa net al aan de start met Zenzi en nu Rimby. En 41:27 is de richttijd. Als het sneller gaat, dan zal het mooi zijn voor haar. De final countdown komt eraan. Heel solide, onverstoorbaar en een prachtig rondje wederom. 32:28.